Er is de laatste tijd bij mij in het dorp een raar verschijnsel verschenen. Een gelig schijnsel. Ik wist eerst niet waar het vandaan kwam. Maar ik keek naar buiten en toen zag ik het. Er is namelijk een nieuwe letter in ons dorp gekomen. Ik zal hem even tekenen. Het is de eerste letter die kinderen tegenwoordig leren lezen. Ja. Weten jullie hoe dat heet, zo'n letter op zo'n paal? Dat heet een zeurpaal. Maar mijn dochter, die ik slim vind, hè, die ziet zo'n paal en die begint meteen te zeuren. Papa, papa, papa. Ja, schat. Wat is dat? Dat is de kerktoren. Nee. Daarnaast. Dat is ons eigen huis, dat herken je toch wel? Nee. Ik bedoel daarboven. Oh, dat is de grote beer, maar je mag van mij best steelpannetje zeggen. Dat vind ik zo overdreven als dat niet. Nee, die letter. Ja, nou, dat is een letter. Ja, hè. Maar, waar staat die letter voor? Die letter staat voor... Mooi niet! Vinden jullie het gezellig bij de McDonald's? Wacht even. Dit is mijn kans. Hoe kom je daar nou toch bij? Het is helemaal niet gezellig bij de McDonald's. Een pannenkoekenhuis, dat is gezellig. Je kan bij de McDonald's niet eens gezellig je tafeltjes en stoeltjes bij elkaar zetten. Die hebben ze namelijk aan de grond vastgezet, dat ze zijn bang dat je ze meepikt na het eten. Hè? Begrijp er niks van. Zo'n McDonald's restaurant lijkt volgens mij nog het meest op een ziekenhuiskantine. Een van de eerste dingen die je in je handen krijgt, dat is zo'n plastic dienblaadje. Nou, gezellig. En daar ligt dan een papieren placematje op. En op dat placematje staat dan 10 keer het woord McDonald's. McDonald's, 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 McDonald's. Alsof je nog niet weet dat je daar bent. Dat is toch voor hele domme mensen, hè? Weet je, volgens mij moeten ze het de McDonald's noemen. En dan hangen er van die hele fleurige, kleurige, geurige plaatjes van wat je daar te eten kan krijgen. Maar daaronder staan dan als tegenstelling hele fletse, bleke, zagrijnige pubers. Ja, want die krijgen heel slecht betaald, die worden de hele dag afgebekt, hè. Ze krijgen een hele vette huid met allemaal puistjes van al die vette lucht. En die krijgen echt met geen plakband meer een glimlach op hun gezicht, hoor. En de volgende keer dat je er komt, zie je ook nooit meer dezelfde. Het zijn altijd weer andere pubers. Want het allerergste is, ze moeten een gestreept blouseje aan met een kreppapieren mutsje op. Alsof het mislukte zwarte pieten zijn. Nou ja, misschien kunnen we het over één ding wel eens zijn, hè. Toen je daar voor het eerst binnenkwam, ging het niet om het eten. Het ging om het... Of zoals ook leuk gezegd wordt, het cadeautje.
Ik heb zo'n cadeautje. Ja, wie heeft hem ook? Moet je om je heen kijken, het valt hier nog wel mee, zeg. Ik zal het zo laten horen. Doe je vingers maar weer weg, anders krijg je een koude oksel. Ik doe dit in heel Nederland, hè. Weet je dat in heel Nederland meer dan de helft van de kinderen dit ding heeft? En dan heb ik het eens even nagevraagd. Elke twee weken gaan er meer dan 5,8 miljoen mensen in Nederland naar de McDonald's. Ik zal hem even laten horen. En dan moet je vooral, oh, let op het refreintje. Want daar heeft een geniale tekstdichter verschrikkelijk zijn best op gedaan. Daar komt hij, let op. Het tweede couplet, hè? Ja, dat staat er niet op, hè? Dan moet je een cd'tje gaan kopen. Hoe heet dit bandje? Jumbo, hè? Jumbo. Ja, en wat... Ja, precies. En wat is Jumbo? Maar... Het is ook nog iets anders. Het is namelijk een supermarkt. Die hebben we blijkbaar in Haarlem nog niet. Maar dat komt nog. 3 jaar geleden waren de bazen van Jumbo, de supermarkt, van plan om ons allemaal de naam Jumbo te leren. En toen hebben ze dit bandje bedacht. Omdat ze dachten, als we nou een bandje oprichten met de naam van onze supermarkt, dan leren alle kinderen de naam van onze supermarkt heel snel kennen. Het is alsof je een plaatje koopt van de Albert Heijn. En, dat is nog niet alles, want ze hadden ze in 4 verschillende kleuren, maar ze zeiden, spaar ze alle 8. Dit is helemaal geen cadeautje. Dit is een meneer met een dikke sigaar. Ja, oké. En dan heb je nog... Dan heb je nog dat eten. De eerste keer gleek ik erover uit. Het papiertje was zo glad van die hamburger. Ik heb nagevraagd, ja, dat is vetvrij papier, meneer. Nou, maar goed, want ik had het uitgeprobeerd en ik dacht, het lijkt wel zeem. Ik begreep het al niet, waarom doen ze mijn eten nou in zeem? Nou, toen had ik het opengemaakt, toen snapte ik het wel, want er zit spons in. En dan doe je het open. En dan ligt er zo'n heel gifgroen, gescheurd. Gekreukeld, snotterig, blaadje sla. In het gezelschap van 3 glazige stukjes ui. En een klein kwakje Kim Leon. Op een bedje van gekke koeienziekte. En ik wil naar huis. En dan eet je het op, hap, slik, en dan heb je honger. Maar dan kijk je naar beneden en dan staan er in zo'n rood kartonnen bakje 20 van die overdreven dunne gele frietjes zo naar je te kijken. Ja, maar die zijn veel te dun, die kunnen hun eigen warmte niet eens vasthouden. Voordat je je eerste patatje hebt gegeten, is hij al koud. Dat was ook helemaal geen letter M. Dat waren 2 van die patatjes, maar die zijn slapgezakt. Ja, een patat hoort toch zeker een groot, stoer Belgisch ding te zijn. Dat zegt neem me en eet me en doet er een flinke kwak mayo bij. Maar dat kan niet bij de McDonald's. Want dan krijg je zo'n klein koffiemelkkuipje met van die groene gruttel. Als ik bij de McDonald's wil vet kleppen, dan moet ik 20 bakjes bestellen.